Wat is het dan? Oh, om even bij me komen. Zeg maar dag allemaal. Hé? Allemaal goeiedag. Ja, je bent lief. Je broodje weg, hè? Dat is lekker. Ja, maar dat is wel voor vrouw die je hebt gehad. Ga jij altijd op de knieën? Ja, dat vind ik lekker. Je hebt maar één stel, hè? Je hebt maar één stel knieën. Nou, die zijn er nog een eind, hoor. Een hele, hele goede morgen, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. En natuurlijk ook onze Mitchell met zijn mama. Die zijn ook weer van de partij, mag ik hopen. En ja, we gaan er gewoon weer vrolijk tegenaan. Het is vandaag donderdag. En we leven op de 10e van de 11e 2022. En we leven op de tijd van 9 uur, waar spreek ik net over, 18 minuten over 9. Ja, lekker vroeg, lekker per tijd. Ik heb de meisjes al uitgelaten, ik heb nou een bakje koffie bij me staan op de salontafel en ik heb een broodje bij me leggen, die ga ik zo meteen nuttigen. Als ik dat op heb, ga ik even naar boven, even het een en ander strijken, zoals kerstlopertjes op mijn bureau en weet ik veel wat allemaal. Wat kerstkleedjes, ik zie wel hoe ver ik kom, want ja, ik kan niet lang staan. Dus ja, dat zien we dan wel weer. En we gaan er vrolijk weer verder. En om 10 uur komt de huishoudelijke zorg. Wilma genaamd. Dus ja, en dat is een leuke, lieve vrouw. Maar ongeveer rond mijn leeftijd, geloof ik. Ik weet het niet eens. Maar ja, vragen we straks wel naar. Hé, joh. Ja, wat is? Wat is het dan? Wat is het dan? Oh, om even bij me komen. Zeg maar dag allemaal. Hé? Allemaal goeiedag. Ja, je bent lief. Je bent lief. Is mijn dag. Ja, je ziet broodje leggen, hè? Dat is lekker. Ja, maar dat is wel voor vrouwtje je hebt gehad. Hé, nou, doe maar. Zo, dus ja, dat dus allemaal. Ja, we gaan gewoon er tegenaan. En we gaan genieten. En vanmiddag probeer ik boodschappen te doen. Ja, als er niks tussen komt, ga ik vanmiddag boodschappen doen. En als er wel wat tussen komt, dat ik dat mijn lichaam zegt van je gaat maar even een uurtje naar bed. Ja, dan moet ik dat doen. Ja, want ik moet vanavond ook wel weer lopen. Want ik heb gisteravond niet gelopen voor de collecte. Ja, voor Alzheimer. Ja, dus dat moet wel weer gedaan worden. Want morgen kent ook niet, want morgen hebben we hier ook Sint Maarten. Dus ja, dan gaat het ook niet door, want ik heb wel snoep in huis gehaald. Dus ja, hè? Dat dus. Maar dat zien we allemaal wel. Ik zou zeggen voor nu, geniet van alles met wat jullie doen, maar ook zeker weer wat wij doen. Doei doei! Ga jij altijd op de knieën? Ja, dat vind ik lekker. Je hebt maar één stel, hè? Je hebt maar één stel knieën. Nou, die zijn er nog een eind, hoor.
zo lief, hè? Kusje. Kom maar. Kusje. Kusje, eet. Kusje. 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 Gewoon in dat doosje. Hè, die bak? Die touw. Ja, in dat andere bakje. Ja. En toen was er eentje tegen mijn computer aan geweest, of ik zelf. Kijk, die weer uitschakel. En ik was ergens mee bezig. Oh-oh. Nou, opslaan. Hey. Maar dat is. Mag dat? Je gooit alles om. Mijn engel die legt om. Mag dat zomaar? Ja. Nee, niet nodig. Is helemaal niet nodig. Mag toch niet? Hé, hey, malle meid. En toen bromde mijn computer weer. Dan ging ik alles weer afsluiten. En opnieuw opstarten. Afsluiten. Ik had heel even die kleedje uitgeklopt. Ja, dat zag ik, schat. Moet hè? Ja. Doe het bij mij thuis dan. En dat is mijn liefstallige huishoudelijke hulp, Wilma! Of niet dan? Ja. Ja. Gewoon erin kwakken. Waarom? Nou ja, ze maken er toch een puinhoop van. Ik wou dat van mij, jongen. Ik zag het helemaal opvouwen. Ik normaal ook, maar ze maken er toch een puinhoop van. Dat was zo. Bedjes maken, hè? Ja! Bedjes maken, meisje. Zo. Daar ben je dit fris, hè? Die lekker weer mooi te En die denkt ook van, bekijk het allemaal maar, hè? Ja. Hé, wijfie. Nou ja, in ieder geval, wij gaan weer door met de banaan. Hé, Rijka. Ja, meisje. Ja. Ja. Zo, lieve vrienden, ik ben maar weer eventjes bij jullie aangekomen. Dus ik denk eventjes nog weer eventjes samen gezellig praten. Ja, al enig is het van korte duur, want ik ga mijn meisjes uitlaten. En ja, dan loopt het weer tegen 5 uur aan. En dan moet ik weer lopen voor de Alzheimer patiënten. Oftewel, de dementerende kan je ook zeggen, want dat staat er ook bij. Op. Nee, nou jee, wat is die zwaar. Ik heb gisteren niet eens hier gelopen. Ik weet niet of dat zo te zien is. Even jullie hier. Even kijken. Ja, zo. Dus ja, dat dus.
Maar ik geef met de meisjes even uit. En die moeten wel even uit. En ik heb even een uiltje geknapt. Daar ben ik weer heel wat van opgeknapt. Ja, ook dat nog. Ja. Want ik zit hier al voor mijn computer half te slapen. Nou, dat moet dus niet, hè? Nee. Ik zeg, nou, ik ga weer lekker even een beetje toe, zei ik tegen Mary. Want ik ben eventjes back af. Maar ja, een hele ochtend achter de boeg. Want ik heb nou ook... Ik had het al schoongemaakt. Maar ik heb het weer schoongemaakt. Bovenop mijn bureau. Maar... Nou, leggen er kerstpulletjes erbij op. En de kerstpulletjes. Daar de ijsbeertjes. Dus ja, helemaal happy. Dus dat heb ik weer schoongemaakt. Wilma opgevangen. Want Wilma die was in principe te laat. Maar dat had wel zo zijn ding, ja. Ze heeft een lieftallig hondje van erin moeten laten slapen. Dus ja... Dan kom je sowieso later, hè? Ja, en ze had meneer Luc al gebeld, zo heet die vent. Of die man, of ja, weet ik veel. Had ze al gebeld en gezegd en van ja, bel die mevrouw even op en zeg dat ik morgen dan kom. Dan ga ik er morgen heen, want morgen ben ik toch vrij. Nee. Hij was kwaad, ze kreeg op de sodomieten dat ze was al een uur te laat. Nee, helemaal niet. Wij hadden het zelf afgesproken weer een uur later. Ja, hij had er eerst 8 uur van gemaakt. Nou, en ik heb het toen destijds dat ik bij dit schoonmaakbedrijf kwam, hard medegedeeld. In de middag zoek ik hulp, niet in de ochtend. Ik zeg, want dat kan ik niet. En nou doet hij toch in de ochtend... En dan wou die al om 8 uur hebben. Ik heb hem alweer gezegd, nee, dat kan ik niet. Dat trek ik niet. Nou, dan doen we er een uurtje bij. 9 uur, maar later niet. Dus wie ben jij om dat te beslissen? Jij moet coördineren van die mevrouw die kan pas in de middag, dus moet er ook eentje in de middag ernaartoe. Ja, en die mevrouw die kan wel in de ochtend, dus daar moet er eentje naartoe. Die kan weer in de middag, daar moet er eentje naartoe. Nou, en als dat toevallig dat één en dezelfde persoon is, als die toffe dus niks heeft, hè? Ja, wat let je. Maar in ieder geval, ik ben geen coördinator, maar ik weet wel hoe het moet. Ja. Enkel, mijn hoofd staat er niet bij om alles te noteren. Nee, maar ik weet donders goed hoe het moet, want ik heb het al eens een keer moeten doen. Enkel niet op deze manier voor huishoudelijke zorgen of wat dan ook. Nee, ik had een, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb gewerkt bij een bedrijf, dan mag ik geen namen noemen, die wegen bouwt. Ja, tunnels, et cetera. Onder het water door, viaduct over het water. In ieder geval een wegenbouwbedrijf. Ik noem verder geen namen. Daar werkte ik. In eerste instantie als kantinejuffrouw. Ja, in een hele grote keten. De directieketen was dat. Dus, maar enkel de kantine was er niet bij hoor. Nee. Moest de hele keten moest ik schoonhouden, onderhouden. Ramen lappen, binnen en buiten. Zuigen, dweilen. Maar er heen net alles schoon. Komen ze aangelopen met vieze smeren, baggelaars. En die gooien ze overal wel in, bij de intree. Ja, maar hallo, als er eentje komt van de gemeente, dan moet het hier schoon wezen, weet je. Dus op een gegeven moment, ik had een paar vuilniszakken neergelegd, dat ze daar de laars op konden doen. Nee, nog niet. Nee hoor, dan weer daar weer een paar laars en daar een paar laarzen. Zodanig een keer dat ik met hete koffie, et cetera, zo wat viel, omdat het blubberig was en ik gleed erop uit. Nou, toen ben ik weer heen gegaan. Ik heb 2 vuilniszakken gepakt. Ik heb al die laarzen erin gedumpt. Ik heb ze naar iemand toegebracht. Dat hokje was er vlakbij, was een sigarenkiosk, dat had je toen nog. En daar bracht ik het heen en hij zag het alweer hangen, want ik had het hem al verteld, het een en het ander. Dus hij was op de hoogte.
Hekken achter de... Hij had in een bijhockey, wat er aangebouwd was, had hij een grote vriezer staan met ijsjes en weet ik, voor de kinderen, weet je wel. Nou, daar had hij hem naast neergezet. En ik zei niks zeggen, hè, tegen ik zei, je weet van niks. Nee, ik had mijn mond, lag daar mooi achter de vriezer in een hoekje, niemand die wat zag. Nee, het leek gewoon een zak met vuil of zo. En ik had die hal weer netjes schoongemaakt. En ja, toen kwamen ze van het eten weer terug. Ja, waar zijn mijn laarzen? Ik zeg, weet ik veel. Ik zeg, ik ben ook in de keuken. Ik zeg, ik ben ook aan het eten, weet je? Dus ik hield me dus van het domme. Hun aan het zoeken geweest. Zoeken geweest en aan het zoeken geweest. Konden ze op een goede schoenen, konden ze naar de blubberzooi toe. Maar ik hield mijn wafel. Ik heb geloof ik 3 dagen bij die sigarenkiosk gestaan. Totdat ze erachter kwamen. Waarom heb je dat gedaan? Ik zeg, waarom hebben jullie je blubberlaarzen iedere keer neergedonderd? Zodanig dat er ongelukken kunnen gebeuren. Ik zeg, en de hoge omers die kunnen op bezoek komen. Ik zeg, dan moet het toch hier netjes wezen. Ik zeg, maar ik krijg de naam van dat ik niet schoon ben. Ik zeg, maar jullie doen dat. Nou, toen zijn ze nagedenken. Ja, ze heeft wel gelijk. Ja, ik heb ook gelijk. Ja, want ongelijk is een bochel. Maar in ieder geval, ik heb de grootste lol gehad toen die tijd. Ja, oh, was een geweldige tijd. Ja, echt. Maar oké, een heel leuk verhaal gewoon. En ja, wat waar gebeurd is. Ja, en je moet lef hebben als een jonger iemand. Want ja, ik woon nog thuis en... het lef hebben om het, dit te durven te doen bij die lui. Ja, want het waren ook wel hogere lui die daar zaten. Het waren, maar die gingen dan in de grond kijken wat er, ja, weet ik veel wat ze deden. Het was dus, zaten ook lui van de gemeente, et cetera. Een vergadertje dit en een vergadertje dat. Dus ja, dat weten jullie het wel, hè. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie namiddag en ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, de tijd is weer aangebroken om naar mijn bedje toe te gaan. En het is vroeger dan normaal, want ik kan gewoon niet meer. Ik ben back en back af van het lopen. Ik heb kwart voor 5 ben ik begonnen met lopen. Tot 8:10 en ik 2 straten gedaan, 2 lange straten. Dus ja, ik heb ook nou niet de vlog in elkaar gezet, daar was ik te moe voor. Ik denk, bekijk het maar. Ik heb even een paar andere dingetjes gedaan, met televisie gekeken en natuurlijk uiteraard heb ik gegeten, want dat had ik natuurlijk ook nog niet gedaan. Ik heb de meisjes net uitgelaten, Karin die belde nog eventjes en ik ga nou naar bed toe. En het is inmiddels op mijn horloge, maar die deugt niet, die 6 minuten voor. 00:22, dus bijna half, het loopt tegen 12:30 aan. Ja, het loopt tegen 12:30 aan. Ja. En Alwin is al boven en Rijk en die staat hier ook. Hé, hey, ja nou, meer van schoot. 1, 2, kijk daar, dan zie je jezelf. Oei, zeg maar dag allemaal. Hé, joh. Lekker ding. Hé, ben lief. Ben lief. Lief meisje. Ja? Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een welterusten, slaap lekker, met mooie dromen en uiteraard gezond uit je bed zien te komen. Graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Such a beautiful lie.
when I still want you closer. I am longing for closure, and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for you.